wat dacht ik toen BTS vroeg of ik het enter wou maken? Nou, ze nodigt me uit op kantoor. En ja, als je wordt uitgenodigd op kantoor, betekent meestal twee dingen. Of je hebt iets heel slechts gedaan en geven ze je slecht nieuws, of ze hebben goed nieuws voor je. Dus ik vermoedde al een beetje dat het om het Anthem zou gaan. En toen ik aankwam bleek dat ook waar te zijn, dus ik was super blij. Ik heb eigenlijk bijna alle Anthems van grote belangrijke feesten al gedaan. En deze stond nog steeds op mijn bucketlist. Het is iets wat ik altijd nog in mijn carrière wou doen. En het is ook nog de laatste Hardbase, dus ik voelde me heel vereerd. En ik was onwijs blij, dus ja, ik ben eigenlijk gelijk enthousiast geweest en ik wou gelijk aan de slag eigenlijk, en dat heb ik ook gedaan. Ik ben met het Anthem in totaal denk ik drie weken bezig geweest en dat is eigenlijk heel erg weinig. Omdat ik had echt anderhalf maand daarvoor gepland en dat is heel erg lang voor een track, maar je weet nooit hoe het loopt. En je kan bij een Anthem iets hebben van, nou ik wou een hele harde track, maar het is een zachte track geworden, dus zo ook tof, weet je. Nee, dan moet je echt weer opnieuw beginnen. En eigenlijk vanaf het begin af aan viel alles op zijn plek. De mix, de lead sounds, het idee wat ik erbij had. Want ik had natuurlijk wel een beeld bij wat moet een laatste hardbase anthem zijn. En alles viel op zijn plek, dus het ging gewoon super lekker in de studio. Alsnog wel drie weken mee bezig geweest, omdat ik heb toch wel wat nieuwe dingen gemaakt waarvan ik echt vond dat ze erin moesten. Ik wou aan de ene kant een oldschool sound creëren, omdat het is het laatste hardbase anthem. En het gaat over een hele lange periode. En ik wou ook wel weer natuurlijk een vernieuwende sound doen, een track die in 2019 gewoon nog helemaal overeind staat. En dat is allemaal gelukt. Een hardbase anthem moet vooral stoer zijn, hard ook wel, maar het hoeft niet snoeihard te zijn, maar het moet gewoon vooral stoer en stevig moeten klinken. En ik vind bij een hardbase anthem moet meer wat hardbase ook uitstraalt, een beetje mechanisch, elektrisch. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een festival anthem, dat moet veel zomerse voelen. Dit mag wat kouder, wat stoerder en het moet gewoon ballen hebben. Dus ja. Nou, ik kijk heel erg veel naar het gevoel van het feest en ook de uitstraling van het feest. En als je hier in het Gelderdoom binnenkomt tijdens Hardbase, dan is het eerste wat je ziet is echt een mega constructie altijd. Het maakt veel meer gebruik van, vind ik, altijd metaal en licht en led. Dus het is echt een licht, mechaniek. Dat soort termen komen mij dan gelijk bovendrijven. In plaats van tegenstelling tot neem een climax, wat veel meer cinematisch klinkt. Een beetje koren, trommels vind ik daar weer heel goed bij passen. Terwijl bij een hardbase zou ik veel meer mechanische geluiden doen. En, ik voel me daar heel erg thuis bij. Ik heb altijd dubstep heel tof gevonden, omdat qua sound design wat heel technisch allemaal is. En zo ook in het hardbase end. Ik wou een elektriciteit, dat soort dingen. Licht wat uitstraalt, dat soort geluiden. Best wel moeilijk. Want het zijn hele concrete dingen die je dan met geluid, wat veel meer op gevoel werkt, moet gaan uitbeelden. Maar het is wel gelukt. Ik heb qua sound design hele rare, vreemde, scheurende geluiden gevonden die ik heel erg vind passen bij een hardbase van. Ja, van de stage, wat ik net al zeg, de inspiratie kwam vooral vandaan bij hoe de stage er altijd uitziet. Dat heel veel licht, dat hele grote, dat hele moderne. Het is altijd heel erg up-to-date. Heel technisch vind ik altijd hardbase. En daar is echt mijn inspiratie hier vandaan gekomen. En dat is eigenlijk veel moeilijker dan dat je bijvoorbeeld koren gebruikt of meer kerkelijk je thema is. Dan kun je namelijk teruggrijpen op veel andere soorten geluiden. En ik vond dit juist heel erg top. Dus ik ben echt de studio in gedoken om nieuwe geluiden te maken. Wat in mijn gevoel heel erg bij hardbase past. En uitleggen is dan ook wel heel lastig. Je moet dat gewoon horen. Volgens mij is dat heel goed gelukt. Zeker, zeker, zeker. Ik moet wel zeggen, hardbase moet altijd een harde track zijn. En ik heb afgelopen vijf jaar eigenlijk veel minder harde tracks gemaakt dan ik het vroeger deed. Aan de andere kant is dit de laatste hardbase. Dus het gaat over een periode van, ik weet niet hoe lang hardbase al bestaat, maar langer dan 10 jaar in ieder geval. Dus ik kon ook wel weer een beetje teruggrijpen naar mijn eigen oude sound. En ik heb onlangs nog een track gemaakt, bijvoorbeeld met Radical Redemption. Dat is een hele harde track waar ik me heel prettig eigenlijk weer bij voelde in de studio. Dus ik vond het juist heel erg leuk om weer een keer een harde track te maken. Mezelf daarin weer opnieuw uit te vinden. Harde kicks, weet je wel. Weer nieuwe kicks gaan maken en al die dingen. Heeft me uitgedaagd. Dus dat is super leuk. Ja, super toffe reacties. Sowieso, dat het een anthem is altijd leuk voor mensen. De reacties op de track zelf waren super goed. En nu, ik kan gewoon niet wachten tot iedereen op goed systeem hoort. En, of thuis in de huiskamer, als die straks uit is. Dat is voor mij al het leukste moment. Dat mensen hem echt goed kunnen horen. Ja, dat is super vet, weet je. Gewoon heel veel. Ik hoop dat de mensen hem net zo gaan ervaren. Dat we echt dat het een momentje wordt om een hele lange periode hardbase af te sluiten, te vieren, al die dingen bij elkaar. En ja, het is voor mij een hele grote eer dat ik dat momentje qua muzikaal dan in ieder geval in mag vullen. Dat is echt heel erg cool.
Kom naar Hardbase. Ik hoop dat jullie net zulke goede herinneringen hebben aan Hardbase. Geniet van de muziek, van alle DJ's die hier optreden en van het anthem die ik voor jullie natuurlijk gemaakt heb. En zorg gewoon dat je erbij bent. Bedankt iedereen. Please select next program.